Hallo, ik ben CEP hier en voor de verandering sta ik eens niet in het theater, maar bij het voetbalveld. Want hier wordt keihard gerepeteerd voor de voorstelling Schoppen. Waarom staan we hier op een voetbalveld en niet in een theater? Ik heb bedacht om een voorstelling te maken over discriminatie binnen sport. We hebben voetbal gekozen en we hebben 24 mannen, dus 2 keer 11, een scheidsrechter en een reservebankje. Toen dacht ik, ja, hoe kan je dat beter overbrengen dan op een voetbalveld? Dus daarom staan we hier op een voetbalveld. Je vraagt je misschien af, hoe kun je die spelers dan horen? Nou, dat werkt eigenlijk heel simpel volgens het silent disco principe. Je krijgt zo'n koptelefoon op tijdens de voorstelling. En de spelers op het veld hebben een microfoontje. Dus zet een koptelefoon op en je kan alles meekrijgen. Hey, ik zie daar iemand aan het voetballen. Hallo, Loffrey. Hi. Jij bent een van de acteurs in het stuk. Ja, klopt. Hoe is het om te spelen op een veld in plaats van een theater? Dat moet heel raar zijn. Ja, het is heel gek, omdat je hele andere modus hebt op het veld dan als je met theater bezig bent. Het spel moet wel veel groter natuurlijk, want als je aan het einde van het veld staat, dan ziet niemand wat je aan het spelen bent. Dus je moet altijd wel net even iets groter spelen dan normaal. Wil jij Schoppen nou zien? Tot en met 20 mei op verschillende voetbalvelden in Nederland speelt hij. Natuurlijk met CEP-korting. Doei!